Erwin Clotida kan zich prima redden, ondanks dat hij blind is. Dankzij zijn stok en de blinde geleidelijnen kan hij gaan en staan waar hij wil. Ja. Er staan spullen op die daar niet horen te staan. Ja, wel meer dan spullen. Hele terrassen staan er gewoon. Hey, ja, dat is gewoon hele terrassen. Wat betekent dat voor jou? Nou, dat is voor mij frustrerend. Er ligt een prachtig pad van ribbeltegels voor blinden en slechtzienden in Hilversum. Maar niemand lijkt zich daarvan bewust te zijn. Je hebt net je fiets geparkeerd. Weet je wat voor plek dit is? Nee, voor fietsen om neer te zetten. Ja, dit is dus een pad speciaal voor blinde mensen hier. Echt? Dat wist ik niet. Wat voor plek is dit, denk je? Waar veel fietsen staan. Ja, maar er loopt daar een pad. Dat is voor blinde mensen. Oh ja. Ondanks dat Erwin verschillende keren contact zocht met de gemeente, is er niet veel gebeurd. Ik heb zelf net met verbazing staan te kijken hoe daar zo twee fietsen neergezet worden. Ja, nu vindt u ook wel dat dit gewoon zo niet langer kan? Nee, in Hilversum willen we ook dat mensen met een visuele beperking gewoon hun weg kunnen vinden in ons dorp. Dus dat moet absoluut anders. De gemeente is geschrokken van de commotie en onderzoekt of er bekeuringen kunnen worden uitgedeeld. Maar ondertussen heeft Erwin zich onlangs al lelijk bezeerd. Ik had toen een lekkere korte broek aan. Nou, ik kwam, er stond een scooter hier op die ribbeltegels. En ik heb zelfs mijn been aan het uitlaat verbrand. Voorlopig zal Erwin noodgedwongen vaker thuis zitten dan hij wil. En als hij op pad gaat, zal hij steeds hetzelfde moeten vragen. Mag ik er dat even langs? Zou u met zijn stoel naar voren kunnen gaan? Wil u met mijn stoel naar voren gaan?